Leroy Owusu. Een paar weken geleden stonden wij ook op deze plek. Toen hadden we het over belangstelling van clubs. Toen zei je, ja, er is inderdaad belangstelling van een eredivisieclub. Dat blijkt dus, weten we nu, Willem II te zijn. Klopt, ja. En, wat is de situatie? Wat is de situatie? Ja, ik denk dat het niet doorgaat persoonlijk, dus ik blijf Superboeren. Ja, die knoop heb je voor jezelf doorgehakt? Die knoop is doorgehakt, ja. Dan heb je nieuws voor ons. Ja, is dat nieuws? Nou ja, de vraagprijs is ongeveer $500.000. Dat heb ik ook gehoord, ja. Dus dan ligt dat ver uit elkaar? Dat ligt ver uit elkaar in de media. Ik denk dat het in het echt wat dichter bij elkaar lag. Dus een ton klopt niet? 2 ton, 2,5? Ik kan zeggen dat een ton niet klopt, ja. En verder ga ik daar niet op in. Maar dan, als dat zo is, en ik geloof jou, dan zou dat kunnen betekenen dat het alsnog, want het is nog tot 2 september, maandag, 12 uur, dan zou het nog kunnen. Maar jij zegt nu heel resoluut, ik blijf Superboeren. Op dit moment denk ik dat ik Superboeren blijf, ja. Nou, je zei het net heel duidelijk, ik blijf hier. Dus als de supporters dat dan horen? Ja, als ze dat horen, dan dat zullen ze gelukkig zijn. Ik vind het ook leuk om hier te spelen, dus dat is het probleem niet. Maar zoals het er nu voor staat, ik weet niet hoe drastisch het kan veranderen, blijf ik een Superboeren. Het is ook leuk toch om dit seizoen voor de titel te spelen? Ja, het is anders. Je speelt wedstrijden om te winnen. Ik kan kampioen worden, we hebben een goede selectie, Branco is bijgekomen. Jongen die ik goed ken en dat is zeker kwaliteit, dus mooi. Waar ken je Branco van de Bomen van? Samen in de AXA ingespeeld. Dus, ja. En nu staat er ook wel echt een goede selectie hè, om echt serieus mee te spelen voor het kampioenschap. Ja, vind ik wel. Als jij dan ook nog blijft? Ja, vind ik wel zeker. Daar moeten we ook voor gaan en volgens mij is dat duidelijk, we willen direct promoveren.